Wiens achterlijke idee was dat eigenlijk? Wij vonden dat we dit moesten doen om hem te laten zien hoe erg het ons spijt. Nou, want jullie dachten dat hij dat van jullie wilde horen. Het is toch logisch dat jullie eruit heeft. Jongens, jullie moeten bij hem uit de buurt blijven. Voor jullie zelf en voor hem. Lieverd, luister even. Ik begrijp hoe moeilijk. Ja? Moet je niet opnemen? Met Ricky. Hey, met mij. Het spijt me dat we. Dat we langs zijn gekomen. We begrijpen de reactie van Thijs wel. Oké. Waar zijn jullie? Sjoerd daar ook? Ja. Bij Bouwhuis met de rest. Ik ga ophangen, oké? Nogmaals, sorry. Ja. Oké, toch? Sorry van Anna en Job dat ze zijn langsgekomen. Dat zal best. En Sjoerd is ze kennelijk aan het troosten? Dat weet ik niet, maar ze zijn met z'n allen bij het Bouwhuis. Wat ging je nou doen? Wat moet je met een pistool? Bemoei je. Thijs, blijf hier. Straks doe je dingen waar je spijt van krijgt. Dit is de voicemail van Sjoerd. Spreek maar meteen. Hij is in Baidar? Ja, hij is in met Ricky. Thijs is net weggegaan, die heeft een pistool bij zich. Heeft hij gezegd waarheen? Ik ben bang dat hij naar Bouwhuis gaat. Ze zijn er alle vijf. En Thijs die heeft niks meer onder controle. Hij is volgens mij gek geworden. En ik krijg Sjoerd en Job ook niet te pakken. Ik ga er nu heen, jij blijft waar je bent. Duidelijk? Ja, maar... Nee, misschien kan ik helpen. Ik moet iets doen. Jij blijft misschien thuis. Voor je eigen veiligheid. Ik ga nu. Ik hou je op de hoogte. IJssen, met... Kan ik dan nu eindelijk douchen? Nee, alles is zo klaar. Hey, mag ik jouw telefoon even lenen? Voor mij is leeg en ik wil mijn pa even bellen. 3527. Oh, je hebt een gemiste oproep van Ricky. Bel ik zo wel terug. Moeten wij mama niet even bellen? Nou, liever niet. Ah, de badkamer is vrij. Ik zie jullie zo. Ik ga. Waar slaat dit nou weer op? Ik wacht al veel langer dan jij. Ja, jammer dan. Opgefokte gedoe de hele tijd. Zo! Zijn jullie lekker aan het genieten van jullie vrijheid? Jammer dat mijn zusje dat niet meer kan. Wat kom je doen? Jullie een bezoekje brengen, net zoals jullie dat daar straks bij mij hebben gedaan. Sorry, dat hebben we ook tegen Ricky gezegd. We snappen. Je bek! Voelt goed zeker dat ze jullie hebben laten gaan. Dat jullie leven gewoon door kan gaan! Thijs, laten we dit alsjeblieft op een rustige manier uitpraten. Uitpraten? Hoe zie je dat voor je? Een moord. Uitpraten. Thijs, ik denk dat het het beste... Jij moet helemaal je bek houden! Jullie gaan hier verboeten. Hé! Thijs! Nee!